Goedenavond allemaal. Hier ben ik nog een keer voordat ik ga slapen. Nou, dit is uiteindelijk nu mijn kamertje. Twee stapelbedden. Ik heb het even een beetje lastig nu. Want ik mis mijn kindertjes en ik mis mijn mannetje. Ik was hier natuurlijk vorig jaar met mijn gezin. En nu ben ik er alleen. Een beetje lastig momentje nu. Maar ik ga maar snel slapen. En dan hoop ik dat het morgen beter gaat. Ik probeer allerlei filmpjes te downloaden op internet. En die wifi is weer heel erg langzaam. Gewoon niet lekker eten. Was er pizza. Ik moet even zeuren. Dit wordt even een zeurvideo. Maar de mensen zijn heel erg lief. En het campus is echt gewoon een hele super gave locatie. Ik heb nog een lancering gezien van een raket die de lucht in ging. Allemaal leuk. Maar toch uiteindelijk vanavond even minder gevoel. Ik mis mijn papi ook heel erg. Wat ik het eigenlijk gewoon allemaal zo graag met hem wil delen. Maar dat kan natuurlijk niet meer. Ik mis mijn kindertjes, ik mis mijn mannetje. Ik heb niet echt lekker gegeten. Ik lig in een rot stapelbed. Even geen zin in. Waarschijnlijk komen er morgen nog meer vrijwilligers. Lig ik niet meer alleen. Ik probeerde echt nog ook uit te zoeken van, oké, bij wie moet ik dan gaan liggen? Want er waren ook wel wat mensen met wat extra gewicht. En ik denk, die gaan enorm lopen snurken natuurlijk. Ja, dan doe ik geen oog dicht. Dus, uiteindelijk komt het waarschijnlijk allemaal goed. Morgen hebben we nog één ochtend een training. En dan in de middag komen de gezinnen langzaam binnen. En dan hebben we het waarschijnlijk te druk om nog maar ergens over na te denken. Dus het gaat allemaal vast wel goed komen. Nou, ik ga lekker proberen te slapen. En dan is er morgen weer een nieuwe dag. Welterusten, bye bye.